20 jaar cel geëist voor moord in vakantiehuis. En politie pakt groep jonge vandalen op in de Meren. Goedemiddag, dit is U Vandaag. De vrouw die wordt verdacht van de gruwelmoord op Amersfoorter Ton Kuif krijgt 20 jaar cel en tbs met dwangverpleging als het aan het OM ligt. De officier van justitie noemde de moord een afslachting. Janet S. had in een vakantiehuis bij Ermelo een afspraak met de zakenman. Hij had haar geholpen met het opzetten van een hennepkwekerij en wilde mogelijk geld terugzien. Kuif werd met een bijl en een mes om het leven gebracht. Daarna werd het huisje in brand gestoken. Verslaggever Kees Hoogendijk zag in de rechtbank in Zutphen hoe de oud-karatekampioenen reageerden op de strafeis. Janet S. ontkent de moord te hebben gepleegd. Maar duidelijk was wel dat zij vandaag heel emotioneel reageerde op alles wat er tegen haar werd gebruikt aan feiten. Maar toen eenmaal de strafeis kwam, was ze ook weer heel laconiek, bijna schouderophalend met een lachje. En dat tekent toch wel, je zou kunnen zeggen, de gespleten persoonlijkheid van deze vrouw. Eerder werd in de media gesuggereerd dat de twee een seksdate hadden, maar daarvoor is geen bewijs. De uitspraak is op 12 december. De politie in De Meren heeft 7 jongeren aangehouden voor een reeks brandstichtingen en vernielingen. Een aantal van hen heeft een gebiedsverbod gekregen. Ook mogen ze onderling geen contact hebben. De jongeren worden onder meer gelinkt aan de brand in de fietsenstalling van een school en een reeks vernielingen in het centrum van De Meren. Daar werden fietszadels en banden kapotgestoken en bushokjes gesloopt. Deze jongeren waren al in beeld bij de politie omdat ze in het winkelcentrum voor ernstige overlast zorgden. De jongeren zijn 14 tot 17 jaar oud en komen allemaal uit De Meren zelf. Het RIVM trekt 2 miljoen euro extra uit voor langere gesprekken met ouders over het belang van vaccinaties. Ook worden jeugdartsen bijgeschoold. Het Volksgezondheidsinstituut in Bilthoven hoopt zo de onrust over vaccinaties weg te nemen, meldt de Volkskrant. Er is een groeiend aantal ouders dat twijfelt of ze hun kinderen wel willen laten vaccineren. Dat speelt vooral bij hoger opgeleiden in grote steden en bij streng gereformeerden. In sommige vrije scholen en kerken is daardoor maar de helft van de kinderen ingeënt. En daardoor zouden infectieziektes zich sneller kunnen verspreiden. Een anti-Zwarte Pieten demonstratie in Utrecht volgende week zaterdag. De actiegroep Kick Out Zwarte Piet heeft aangekondigd in meerdere steden vreedzame protesten te houden de komende weken, waaronder in Utrecht. In Rotterdam ging het mis vorig weekende. De politie hield een groep actievoerders aan die ondanks een verbod toch wilde demonstreren. Station Utrecht Centraal blijft voorlopig open voor mensen zonder OV-chipkaart. Het afsluiten van de hal is enkele maanden uitgesteld, meldt het AD. De incheckpoortjes zouden voor de opening van de vernieuwde stations al op 7 december allemaal dichtgaan. Dat gebeurt nu stapsgewijs. Wie straks zonder OV-kaart langs het station wil, moet buitenom via de promenade. Kritiek op een bio-energiecentrale die hier bij zwembad Deinselburg in Zeist moet worden aangelegd. De gemeente wil dat de centrale er komt, maar de bewoners vrezen hoge kosten en zijn bang dat het minder duurzaam wordt dan gedacht. De biocentrale zet houtsnippers om in warmte en elektriciteit. Vanavond is er een informatiebijeenkomst. Dierenpark Amersfoort is verrast door de onverwachte geboorte van een vosmangoeste. Het jonkie werd vorige week opgemerkt door de verzorgers. Het is onduidelijk wanneer het precies is geboren, want ze blijven in hun hol totdat ze groot genoeg zijn om zelf naar buiten te kruipen. Het verblijf van de vosmangoeste zit naast de ingang van het nachtdierenhuis in het dierenpark. Een primeur voor chirurgen van het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht. Zij hebben voor het eerst een patiënt verlost van hartfalen met behulp van kleine precisie-instrumenten. Tot nu toe was daarvoor een loodzware operatie nodig met gebruik van een hart-longmachine. Een 51-jarige patiënt is nu geholpen via een klein sneetje in de ribbenkast en een katheter die via de hals naar het hart werd geschoven. Met precisie-instrumenten werd vervolgens de linkerhartkamer van de patiënt verkleind en werd de man verlost van ernstig hartfalen. De patiënt kon binnen 24 uur de afdeling intensive care verlaten en maakt het inmiddels goed. Veenendaal heeft eindelijk een nieuwe plek voor de Valleishow. Heel mooi, maar ja, net nu de kleindiertentoonstelling begint, breekt de vogelgriep uit. Een domper voor de organisatie, want de show moet behoorlijk worden ingekrompen. Konijnen genoeg op de Valleishow, maar vogels zijn de grote afwezigen. Maandag kregen ze hier het slechte nieuws. Dan sta je wel even ja. Dan sta je perplex, want 2 jaar geleden hadden we dat ook al in de andere hal. Maandagavond stond deze hoek nog vol met kooien voor zo'n 600 siervogels. Maar helaas.
Dit is de Valleishow in betere tijden. De laatste in de Veenendaalhal, want die moesten ze verlaten. Na lang gesteggel vonden ze deze plek. Er is heel veel werk verzet. Sloopwerk, opbouwen, schilderwerken, noem maar op. Allemaal door vrijwilligers. Ja, en nu had, dit was eigenlijk ook de eerste show. En dan krijg je dat weer. En het is niet de eerste keer dat de show door vogelgriep geteisterd wordt. Twee jaar geleden was het juist andersom. Toen mochten de vogels niet naar buiten. En dus mocht de kerkdienst niet naar binnen. Nu zijn het de vogels die niet naar binnen mogen. Vrije oorlengte, 12,8 centimeter. Alleen konijnen worden dus gekeurd. 300 in totaal. Ook de keurmeesters missen de kippen en watervogels. Ik snap dat de commerciële pluimveehouderijen vanuit die sector moeten deze maatregelen genomen worden. Het is alleen heel vervelend. Want we zijn natuurlijk hier toch het hele jaar door aan het werken om in deze tijd de keuringen te doen. En er de mooie dieren te zien en die ontbreken. En zo krijgt deze eerste Valleishow op de nieuwe plek een bittere nasmaak. Twee jaar geleden was het financieel al een domper gehad. Doordat alles hadden we ook alle onkosten gemaakt. Nu hebben we ook weer heel veel onkosten gemaakt. Dus het is weer een financiële domper, sowieso. Dat moeten we niet te vaak hebben. Nou ja, konijnen zijn ook leuk. Tot en met zaterdag zijn die nog te zien in het voormalige Setterhouse in Veenendaal. Het weer dan. In de loop van de middag gaat het weer regenen. Bij een stevige zuidwestenwind is het ongeveer 10 graden. Ook vanavond en vannacht veel regen. Gaat wel iets minder hard waaien en het koelt af tot een graad of 6. Tot zover deze uur vandaag. Om 5 uur zijn we weer met onze uitgebreide uitzending. Graag tot dan. Dag.